Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Of moet ik zeggen, bonjour mes amis. Vandaag ben ik in Frankrijk aangekomen, eindelijk. Ik heb hier nog wat dingen vast, want we zijn nog bezig aan het inladen. We zijn eigenlijk zo'n beetje om 7 uur pas toegekomen, s'avonds trouwens. En nu is het denk ik 9 uur of 9:30, ja, zoiets daartussen. Daar hebben we Jill met een megadoos. Ze wou niet in beeld komen, maar ja, het is nu te laat. En nu moet ik alleen nog maar Max gaan halen in de auto. Jullie zullen direct zien wie dat is. Dat is geen mens. Ook geen alien trouwens. Ja, ik loop hier op mijn sokken. Vandaar dat ik op het paadje moet lopen en niet daardoor kan lopen. Ik hoop dat ik het iets langer kan tonen nu, want meestal toon ik dat echt veel te rap. Dan hebben we daar ons huis. Uit hout, heel mooi. En Jill die buiten komt. Dat was niet de bedoeling om dat te filmen, maar ja. Hier hebben we onze overburen. Shout-out naar de overburen als jullie dit kijken. Huis 775. Shout-out naar jullie. Dan zou ik zeggen, vergeet niet te liken en te abonneren. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Frans. We komen net terug van de kweek en dat waren echt rare frieten. Ik ben aangekomen bij Max. Ja, hier, Max. Ik heb echt veel te veel knuffels. En zit dan ook nog een hele zak met knuffels in de koffer. En ik ga eigenlijk in deze video house tour doen, maar nu ben ik nog eventjes aan het uitladen. Dat moest ik nog doen, want anders werd ik vermoord door mijn zus als ik dat niet deed. Ja, bedank je dat ik voor mijn plezier ga uitpakken ofzo. Nee. Laat trouwens in de comments weten, op 10. Hoeveel kun je van Frans op 10? Mijne, een 2. Oké, let's go, de house tour. Het is wel nog donker, het licht brandt niet, want de deur staat open en dan komen natuurlijk alle biesten binnen. Toilet ga ik nog niet kunnen filmen, want daar wordt nog iets op gedaan. Je komt dus binnen en je loopt door de gang. En dan krijg je hier onze mooie woonkamer. Met televisie. En de babystoel waar ik in thuis hoor. Dan heb je ook nog de keuken. Met hier de toog, ons mooie fornuis. En hier de tafel waar er allemaal dingen bij liggen.